Ze hebben allebei al een jeugd-TBS gehad. De pijmaatregel, de ene 4 jaar, de andere 4,5 jaar, heeft kennelijk niet gezorgd voor het voorkomen van dit soort feiten. En dan moeten we toch de maatschappij gaan beschermen en dan naast die gevangenisstraf ook de maatregel, want dat is het, van TBS eisen.